Wietse, goedemorgen. Harry, goedemorgen. Ja, je had vorige keer een paar weken terug rosé. En wat is dit? Het is ook rosé, maar ja, wat is het verschil? Nou, ik ben in de stemming. Hè. Het weer is mooi. En Nederland is echt wel meer rosé gaan drinken in de afgelopen jaren. En die willen wat diversiteit in smaken, in kleurtjes, in geurtjes. En ja, dit is natuurlijk Joie de Vivre met Château Peugeot. Ik zeg altijd, het is een parel voor het oog en het is een streling voor de tong. En dat op Moederdag. Het is ja, een van mijn favorieten. En het komt uit de Languedoc. En ja, ik kan wel weer zeggen dat het heel bijzonder is, maar het is het ook. En heel licht, hè? Ja, het is heel licht van kleur. Het is gemaakt van Grenache en Cinsault. 60-40%. En als je dat gaat ruiken, nou, het is net een boeket rozen wat je in je neus hebt. Het is fruit, het is bloemen, het is heel, heel jong, het is fris. Het smaakt naar meer. Je hebt al geproefd, ik nog niet. Ik vind het lekker. Maar ja, dat mag ik niet elke keer zeggen, want dan hebben de mensen me kwalijk. Maar ja, ik kan ook zeggen dat ik het niet lekker vind, maar als je het wel lekker vindt, dan ga je liegen. Dat gaan we niet doen op deze zondag. Ik vind het echt lekker. Nee, maar kijk, wat zij doen, het is heel makkelijk. Gérard Brut, dat is de eigenaar, die begon in 1980, toen ben ik geboren, dus dat is al 42 jaar terug bijna. Begon die boven Montpellier, en dat vindt Selwyn niet zo leuk, begon die olijvenbomen te rooien, maar daar heeft hij wijnstokken voor teruggeplaatst. En hij begon heel eigenwijs op 200 hectare, begon hij daar dit wijnhuis neer te zetten. En het is hem gelukt, want hij heeft gezegd van, ik laat zien dat je betaalbaar rosé niet uit de Provence, de buurgebied, maar uit de Languedoc kunt maken, maar wel op topniveau. Dit kost, ik ben ook niet van de Van Vol, maar normaal 16,20 per fles, maar nu 12,95. En dan heb je echt de lekkerste uit de Languedoc in je glas. Die dop, hè? Wat is dat? Nou, we hebben de synthetische stoppen, we hebben de schroefdoppen, we hebben de kurken. En hij heeft het heel chic gedaan met een glazen stopje. En dan haal je dat dingetje er zo af en dan maak je hem zo los. En dan heb je gewoon een hele chique afsluiting. En ja, ik vind Peugeot Agali Prestige is echt voor mij de keuze voor de wijn van de week. Het is ietsjes hoger dan wat ik normaal heb, maar zeker de moeite waard. En wat kost deze? Dit is 12,95. En die grote? Ja, kijk, dan zeggen ze, ja, maar dat klopt in verhouding niet. Want het zijn echt Hollanders, die gaan het dan allemaal weer narekenen. Kijk, die flessen, die worden natuurlijk hele lage oplagers worden die gemaakt. Die grote 3 liter zit op €80. Leuk voor een feest, echt een eye-catcher. Ja, het is 3 liter, Jeroboam. En de Magnum die zit rond de 34,50 uit mijn hoofd. Is dat een Magnum? Dit is een Magnum, dit is een Jeroboam. En een gewone fles? Ja, dat is 0,75, dat is gewoon een boeteille, zullen we dan maar. Dat is deze. Ja, dat is die, met zo'n leuke koeler. Nou, kijk eens aan. Maar als je er nu nog niet uit bent, hè, dat je denkt van, nou, Wietse, wij willen toch iets anders nog proeven. Ik ben echt de man van de proefpakketjes, want je moet toch altijd een beetje je smaakpapillen. Heb je zo'n pakketje weer meegenomen? Ja, ik heb eentje gemaakt. Die kost gelijk de prijs, want dan kunnen mensen goed luisteren, dan weten ze de prijs. €70. Heb je 6 verschillende. En ook verschillend in smaak en in land. Zit erbij, die? Ja, uiteraard de wijn van de week zit erbij in. Wat is dit? Nou, ik ga even van voor de kijkers van links naar rechts. Ik heb de Herdade São Miguel uit Portugal. Heel bijzonder, want zowel de wit als de rood is echt bij jouw kijkers. Mensen vinden dat lekker, het is heel betaalbaar. Een klassieke, wat zwaardere, dat is echt een eetrosé. De Costière de Nîmes, Château Morges. Is wat donkerder. Ja, ook wat donkerder, ook met dat vinificatieproces. Dan krijg je wat krachtiger rosé. Dan de Peugeot Agali. Castello de Medina uit Spanje, natuurlijk veel Spaanse fans. Wel ook om die smaken een beetje te vergelijken. Rimoresque, Grand Cru Classé uit de Provence. En de Cabaret. En dan heb ik niet over Cabaret in de theatervoorstelling, maar in wijn, de Provence Rosé. Dat pakket kost €70. Die 12,95. En als je meer wil, dan kun je hier terecht. Nou, bedankt zover. En vanaf nu kunt u het bestellen. En dan komt het in de loop van de week bij je thuis. Gaan we regelen.